Sorry. Bij mij aan tafel, Monique Albert en Pepijn Smit. Jullie vertegenwoordigen, vertel zelf maar. De lijst is Schouwburg in de Stadsgehoorzaal. En Stadsgezelschap PS Theater. En jullie zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Ja, ja. Eigenlijk gaat dat al jaren terug. Als Schouwburg heb je natuurlijk gewoon echt wel goed contact met de stadsgezelschappen en de makers in de stad. En de cultuur in actie, we dachten, ja, we moeten hier ook zitten om echt wel te laten zien van theater is zo belangrijk en zo verbindend. Maar ook zo oud. Ons theater, Schouwburg, is knetteroud. Ja. Het is de oudste van heel Nederland. Het is de oudste van Nederland, ja. Hè? Ja. 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 En de mooiste ook wel. Ja. Maar dan is het een extra belang dat het gewoon moet voortbestaan. En jullie hebben volgens mij in jullie tijd meerdere problemen gekend. Ja, er is natuurlijk de Spaanse griep geweest ergens in 19 nog wat. De Tweede Wereldoorlog. De jaren 60 geloof ik dat er echt verbouwingsplannen waren om eigenlijk dat hele ding naar beneden te halen en iets heel nieuws te gaan bouwen. Maar er zit voldoende creativiteit in om iedere keer weer opnieuw iets te bedenken. Ja, ja. En wat hebben jullie nu bedacht? Het theater is natuurlijk ook de plek om uit te zoeken hoe we als samenleving verder gaan. En daar zijn wij over gaan nadenken en daar is een programma uit voortgekomen wat nu gaat heten. Waarbij we met de stad en met de makers uit de stad en met de podia uit de stad oplossingen gaan zoeken op hoe we verder gaan als samenleving. En concreet, hoe ziet dat eruit? Of is dat nog in wording? Nou, het is nog in wording, maar het gaat echt wel heel snel lopen. Eind juni gaan we als het goed is de eerste voorstellingen in de stad brengen. In de stad in de stad Schouwburg? Niet in de Schouwburg. Buiten? Buiten, ja. Ja. Dan mag je meer mensen bij elkaar brengen? Ja, dan mogen er meer mensen bij elkaar. Als je kijkt naar de Schouwburg, dan kunnen 65 mensen in als je echt hier 1,5 meter handhaaft. Ja. Dat komt in de toekomst natuurlijk goed. Dat gaat goed komen, dat weten we echt wel. Maar voor nu vind ik het wel belangrijk om gewoon om theater te houden. Ja. En dan maar theater in de stad. En zorgen dat je daar met elkaar een nieuwe vorm dus? Ja, ja. Ja. Ja, hele nieuwe vorm. Ja. En waarbij je juist ook aan de stad kan gaan vragen. Hoe gaan we verder en hoe willen we verder? Denk je dat je ook een nieuwe groep aan gaat spreken dan? Hopen we wel. Dat is wel echt. Ik heb op één moment echt heel hard moeten huilen de afgelopen periode. En dat was toen we eigenlijk beseften wat er allemaal ging wegvallen. Nou, heel veel mooie voorstellingen, dat ten eerste. Maar we hadden ook iets heel gaafs. We hadden een Leidse iftar in de Stadsgehoorzaal. Die hoort bij onze organisatie. En dat hele programma was samengesteld door vertegenwoordigers van de Turkse en de Marokkaanse ondernemersvereniging. Dus we hadden, met elkaar hadden we een heel mooi programma bedacht. Lekker eten erbij. Dat soort dingen vallen ook weg. Dus alles wat je hebt opgebouwd aan nieuwe doelgroepen vinden. Ik ben zo bang dat dat onderaan de lijst komt te staan. En dat is wel wat echt heel erg pijn doet. Yes. Maar misschien door deze nieuwe initiatieven dat je ze juist weer bij elkaar bent. Ja, dat hopen we wel. Ja, daar gaan we eigenlijk zeker wel van uit. Juist met locatietheater, dat wat wij ook veel doen, merken we dat je een omgeving kan betrekken. Dat je omwonenden, jongeren, ouderen betrekt op een andere manier dan dat ze gewend zijn. Want je zou toch denken, Leiden, een stad met heel veel studenten. Kun je die ook naar het theater krijgen? Ja, maar dat is heel opportun. Dus het ene vinden ze wel leuk en het andere wat minder. Dus het is, dat is niet een heel trouw publiek. En dat snap ik ook. Ze zijn zo aan het ontdekken wie ze zelf zijn. Dus daar kun je niet een heel vast publiek op bouwen. Maar ze zijn zeker belangrijk in Leiden. Maar zo te horen hebben jullie dus inderdaad voldoende kracht spirit zeker. Spirit ja. Om door te gaan. Om die nieuwe initiatieven nog verder uit te bouwen. En misschien juist wel een steeds groter publiek aan te gaan trekken. Ja. Die hopelijk daarna ook weer de zaal terug in komen. Dat is natuurlijk de mooie uitdaging van deze tijd. Ja. Dus hoe gaan we als samenleving verder? Ik denk dat hoe saamhoriger we dat kunnen tot stand brengen, hoe beter. Ja. Nou ja, het mooie is van de hele culturele sector natuurlijk dat die zo veerkrachtig is en met zoveel creatieve ideeën komt. Zijn jullie ook een prachtig voorbeeld van? Ja, daar vind ik heel cultuur en actie ook een goed voorbeeld van. Absoluut. Ja. Ja. Hoeveel stemmen vertegenwoordigen jullie? Voor hoeveel mensen gaan jullie Wij staan voor 87 betaalde krachten en 22 vrijwilligers. Dus 109. Het is Schouwburg Stadsgehoorzaal en Pepijn. Ja, en Pepijn? Wij staan voor 20 betaalde krachten en 50 vrijwilligers. En daar
moet eigenlijk onze vriendengroep ook bij. En dan komen er nog eens 200 man bij. Dus. Komen er 200 bij? Dus ja. 379? Dan zou dat, ja. Dan wil ik jullie heel graag vragen om een handtekening te zetten voor deze 379 mensen die weer op het bord worden bijgeschreven, deelnemers. Mag ik jullie vragen? Heel erg bedankt voor jullie komst. Dank je wel. En veel succes met jullie initiatief. Dank je wel.